Mijn naam is Ferre Jonkman, ik ben lid van de CDA-fractie in onze gemeenteraad. De gemeente heeft er dit jaar een aantal indrukwekkende taken bijgekregen. Taken op het gebied van zorg, opvang en ondersteuning van mensen. Maar daar gaat het niet alleen om. Goede zorg heeft ook invloed op onze leefomgeving bijvoorbeeld. En ook op veiligheid op straat en in de buurt. En op passende huisvesting. Kortom, het raakt de hele samenleving. En dat luistert nou. Het gaat immers om mensen met een beperking. Mensen die kwetsbaar zijn, soms levenslang en levensbreed. Het gaat om onze kinderen en kleinkinderen. Het kostbaarste wat mensen is toevertrouwd. En het gaat om de oudere medeburgers, unieke mensen. Zij bouwden aan onze toekomst. Als christendemocraat wil ik samen met anderen werken aan die samenleving. Een samenleving van omzien naar elkaar. Ik ben Dirk Remmelswaal, raadslid voor de SGP in Katwijk. 54 jaar, bijna 30 jaar gelukkig getrouwd met mijn lieve Erika. Vader van 7 kinderen, opa van 3 kleinkinderen. Ik ben fraude- en controlecoördinator bij de Belastingdienst. Verder ben ik actief in de hersteltevormde gemeente. Vooral jongeren hebben een grote plaats in mijn hart. Er komt veel op hen af en ik vind het fijn om met hen op te trekken en te begeleiden in het volwassen worden en het vinden van een plekje in de maatschappij. Het is inspirerend om hen te mogen wijzen op de liefde van de Heer Jezus, mijn redder en ten diepste ook de bron van mijn politieke leven. Ik wil er zijn voor alle mensen in onze gemeente en het goede voor hen zoeken. Vanuit mijn werk breng ik financiële kennis mee, vanuit het kerkenwerk en jeugdwerk mensenkennis. Daarnaast spreek en beslis ik graag mee over allerlei zaken in de gemeente. Ik ben Gerard Mostert, 26 jaar, getrouwd met Aniek en raadslid voor de ChristenUnie. Mensen vragen soms aan mij, waarom zit je in de politiek? Nou, ik zit in de politiek omdat ik vind dat langs de kant staan geen optie is. Ik wil meedoen en meedenken om onze gemeente steeds mooier te maken. Ik zie het als een roeping om mijn gaven in te zetten voor een duidelijke, eerlijke en echte politiek. Als christen wil ik mij inzetten voor een rechtvaardige samenleving. Een samenleving waar het goed leven is. Daarom zet ik mij in voor een duurzame Katwijk, om zo de schepping die we hebben gekregen op een goede manier te onderhouden. Dat kan ook zorgen voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling, voor onze dorpen van groot belang. Ik ben zelf actief in het verenigingsleven en daarin zie ik veel terug van de eigenheid van de verschillende dorpen. Een prachtige historie en cultuur. Dat moeten we koesteren, juist vandaag. Ik ben Gerard Mostert, raadslid voor de ChristenUnie in Katwijk. Ik ben Gijsbert Schrijvers, 28 jaar en woon in Rijnsburg. In het dagelijks leven ben ik systeembeheerder voor grote bedrijven als Funda en D-Reizen, maar ook voor onze omroep RTV Katwijk. Bij RTV Katwijk ben ik begonnen als presentator van het jongerenprogramma The Sound of School. Later was ik te horen bij verschillende politieke radioprogramma's als Nieuws Magazine en RTV Magazine. Tijdens deze interviews met vele politici uit Katwijk raakte ik steeds enthousiaster over politiek. Na de verkiezingen in 2014 was ik blij verrast dat ik nu namens Hart voor Katwijk in de gemeenteraad mag plaatsnemen. Ik hou, net als mijn vriend, enorm van reizen en heb inmiddels al vele continenten van de wereld bezocht. In het weekend ga ik vaak met mijn vrienden erop uit, meestal stappen, een filmpje kijken of in de avond spelletjes doen. Ik hoop de aankomende jaren Katwijk wat moderner te kunnen maken. Katwijk als het ware op de kaart zetten in Nederland. Een moderne gemeente met moderne burgers. Ik ben Annette Brul van Egmond, geboren in Katwijk aan de Rijn. Tot mijn 11e jaar heb ik in Katwijk gewoond en ben daarna met mijn ouders naar Rijnsburg verhuisd. Hier heb ik mijn man Kier leren kennen, die inmiddels alweer 4 jaar is overleden. Mijn trots zijn mijn 2 dochters, Laura en Manon. En niet te vergeten, Laura's vriend Martijn van Duin. Naast mijn werkzaamheden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en als gemeenteraadslid ben ik ook actief voor de sponsorcommissie van de tennisvereniging de Rijnkantes in Rijnsburg. Wat ik mooi aan sport vind, is naast de fysieke inzet de verbinding tussen mensen.
Sinds maart 2014 ben ik gekozen als gemeenteraadslid voor de VVD. Samen met Nico van Hoogdalem vertegenwoordigen wij de VVD in de gemeente Katwijk. Na het overlijden van mijn man ben ik na enige tijd weer actief lid geworden van de VVD. Door een verrassende verkiezingsuitslag ben ik gekozen als gemeenteraadslid. Een periode waar ik veel heb geleerd en nog steeds zijn de uitdagingen groot. Vanuit de fractie probeer ik mijn stem te laten horen vanuit de gedachte, vrijheid, verantwoordelijkheid en respect voor elkaar.